De Stevens Sledge SX. De goedkoopste Stevens binnen de Sledge-reeks, €2745. En ik test hem hier onder de rook van Sint Oederode op een van de mooiste mountainbike-routes van Nederland. Vol met single trails, ja, 150 mm veerweg is misschien wat veel, maar het is wel heel erg leuk. 27,5 is eigenlijk een soort van gulden middenweg. Goed wendbaar, relatief licht, ja, en zeker op dit soort kleine paadjes heel makkelijk. Als je wat kleiner bent, ja, en dan bijvoorbeeld zoals ik, 1,70 meter, zou ik tegenwoordig kiezen voor een 27,5. Bijna nog kleiner dan voor een oude 26 inch, dan ben je echt veel groter dan ik ben. Zoals ik al zei, 150 mm veerweg. Ja, dat is natuurlijk een beetje veel voor Nederlandse begrippen. Maar ga je naar de Alpenlanden, dan is dat wel heel erg lekker. Nou, voor zit er een voorvork in van Fox, achter een demper van Fox. En beide hebben CTD. CTD staat voor Climb, Trail en Descent. Nou, ben je nou aan het klimmen of gewoon in Nederland paadje aan het rijden, heb je gewoon eigenlijk een stijve voorvork. Zet je hem op trail, dan heb je iets veerweg. En zet je hem op descent, nou, dan kan je gewoon vol berg afdenderen. Met alle veerweg die je wil. Nou, en hetzelfde geintje halen ze achteruit. Climb, trail en descent. Het is de goedkoopste sledge, maar wel helemaal afgemonteerd met Shimano onderdelen. Het meeste is Shimano SLX, zoals bijvoorbeeld de voorderieur. En achter, daar zit een XT derieur op met Shadow. Nou, dat Shadow, dat is ook iets bijzonders. Een oude derieur, die kon dit doen. Het vervelende daarvan is, als je veel over hobbels rijdt, boomwortels, dat die ketting dit ook kan doen. Nou, dat leidt tot chainsuck en een ketting die eraf kan lopen. Nou, daar heeft Shimano dus iets op bedacht. En dat is dat knopje hier. Door hem op on te zetten, zit hij vast. Je kan wel heel goed schakelen, maar die ketting die blijft veel strakker staan. Zeker als je over hobbels rijdt, dus je hebt minder last van chainsuck. Heb je nou een keer een lekke band en moet je wiel eruit, dan gooi je hem op de offstand. En dan kan vervolgens die derieur, die kan weer alle kanten op, zodat je je achterwiel eruit kan halen. Helemaal afgemonteerd met Shimano, dus ook de remmen. Nou, voor zit een 180 mm schijf. Dat erachter ook een 180 mm schijf zit, nou, dat is alleen maar goed voor meer remvermogen. Ja, dan is de vraag, is 2x10 versnellingen voldoende in Nederland? Ik dacht het wel. 27,5 inch wielen. Moet zeggen, het bevalt me ontzettend. Het is voor mij als klein mannetje van 1,70 meter een stuk beter dan 29ers. En eigenlijk merk ik het verschil met mijn eigen 26 inch fiets nauwelijks. Hij gaat alleen makkelijker over hobbels heen. En ja, dankzij zijn compacte bouw en zijn korte voorbouw is de Stevens eigenlijk net zo wendbaar. Eén klein minpuntje, 27,45 is best een hoop geld. Want voor dat geld krijg je bij een paar andere fabrikanten eigenlijk een in detail mooier afgemonteerde fiets. Maar ja, alles werkt. En het enige wat ik mis is nu verlichting, want het wordt bijna donker en ik moet nu echt naar huis.